Welkom bij een nieuwe Wie is Wie van een veilig gevoel. Vandaag Ryan. Ryan, wat doe jij bij een veilig gevoel? Ik ben monteur bij een veilig gevoel. Leuk, en wat zijn je hobby's? Mijn hobby's zijn buiten eten, lekker dagjes weggaan en vakantie. Vind ik het leukste om voetbaltraining te geven aan kinderen. Maar waarom praat je nou zo zacht? Praat je zo zacht? Ik heb namelijk gehoord dat jij nogal hard praat op de training. Ja, op de training wil ik wel hard praten. Nodig bij de jongens? Ja, soms wel. Ja? Soms wel. Hey, en jij komt toch niet zo goed voetballen? Nee, klopt. Want? Nee, je keept. Ja, ik ben voor keeper. En zijn keepers echt een beetje gek? Nee, valt reuze mee. Valt het mee? Wie is volgens jou de beste keeper van de wereld? Ja. Ik heb niet echt een favoriete keeper. Ik kijk ook niet als naar keepers. Je kijkt niet naar je concurrenten? Nee, ik kijk meer als voetbaltrainer naar voetbal. We leven in een rare tijd. Hoe raakt corona jou? Persoonlijk raakt het me nog niet zo hard. Ik heb niemand die ermee te maken heeft gehad. Het enige wat ik een beetje mis is de vrijheid die we niet meer hebben. Kom je weekenden nu wel een beetje door? Ja hoor. Ja? Ja. Wat betekent veiligheid voor jou? Veiligheid voor mij betekent als ik weg ben en ik doe de deur op slot en het alarm erop. Dat ik gewoon met een gerustheid weg kan gaan. Omdat ik weet als het alarm erop afgaat, dat er dan iemand meekijkt. En die handelt naar wat hij denkt wat goed is. Wat doe jij het liefst naast je werk? Wat ik het liefst doe naast mijn werk? Ja, dat is toch mijn hobby. Dat is toch voetbaltraining geven. Met een harde stem. Je werkt al een tijdje bij een veilig gevoel. Welke leuke herinnering is jou bijgebleven? Een van de leuke herinneringen is toch dat we met z'n allen naar de Uithof gingen. En daar aan de teambuilding gingen werken. En lekker eten. Ook belangrijk. Ook belangrijk. Het is vrijdag, Ryan, bijna weekend. Maar er moet ook nog gewerkt worden. Heb jij een drukke dag voor de boeg? Jazeker, dus we gaan er vandoor.